Een hele goedemorgen en welkom bij een nieuwe vlog. Ik ben vandaag 16 weken uit voor de Bijlux Cup in Luxemburg. Ik ben nu bezig met trainen. Hip thrusters. Ik ga helemaal kapot. Vanmiddag gaan we lekker naar thuis haven. Dus dan lekker cardio doen met dansjes. En we gaan niet te gek doen met drankjes en zo, want we zijn in prep. En we hebben de focus op health deze paar weken. Dus bloeddruk moet top zijn, slaap moet top zijn, gezondheid moet top zijn. Dus deze week ga ik jullie weer lekker meenemen. Even wat ik al bedoel voor de wedstrijd. En nog meer bijkomstigheden in mijn dagelijks leven. Wat ook invloed heeft op mijn wedstrijdvoorbereidingen. Het was weer een heel leuk festivalletje. We zijn weer 16.000 stappen verder, dus een goede cardio sessie gehad. Een paar biertjes gedronken. Donutjes. Twee Snickers en een Twix verder. Heel lekker. Twee broodjes bal, wat nog meer? Nee, ja, een broodje bal. Ik had Turks pizza en nog nachos. Ja, je moet toch wel wat eten, hè? Nee, ik had gewoon honger. En toen ook. En ja, was wel verder geworden. Leuk. En nu gaan we naar huis toe. Het is nu bijna 10 uur. Ja, bijna 10 uur. Lekker naar onze poeskindjes. Huisje opruimen. Ook wel gaan we slapen. En morgen gaan we gezellig op date. Ontbijt bij Aloha. Pauw pancakes eten. Daar heb ik heel veel zin in. En toen, ja. Had hij bijna Ian uitgenodigd om met ons mee te gaan op date. Flex werken. Ja. Dat is niet de bedoeling, hè, van een date. We zijn ons favoriet bij het plekje Aloha in Wijkerzee. En dit is ons heerlijke ontbijt. De Power Pancakes. Het zijn havermout banaanpannenkoeken en ze zijn Pluis heeft de laatste tijd een beetje last van aandachttekort. Dus ik heb haar lekker meegenomen vandaag naar de IKEA en naar de supermarkt. Hebben we een beetje quality time samen. En dat vindt ze heel gezellig, hè? Dus dat hebben we even lekker gedaan. En ik vind het ook een stuk gezelliger, want dan hoef ik het niet allemaal alleen te doen. Want Tom was lekker het huis aan het schoonmaken en opruimen. En ik ben naar de IKEA geweest voor een vitrinekast voor onze wedstrijd. Trofeeën. Nog een
wasrek, een nachtkastje om het huis nog even een beetje verder af te maken. Dus dat lekker gedaan, dus lekker stapjes gezet en boodschapjes gedaan voor een deel van deze week. Hé, hey, je blijft moe hè? Ja. Ik heb veel indrukken gehad net. Hé, boefie. Maar ook lekker boodschappen doen hè? Gaan we mensen foto's van jou maken? Hey. Lekker slapen zo. Lekker slapen zo, schatje. Ik ben kapot, hè. En hele goede morgen. Het is vandaag Pinkstermaandag, dus het is een vrije dag voor mij. Tom die gaat lekker naar zijn werk, in ieder geval behandelen. Dat ZZP werkt, dus hij kan zelf beslissen of hij wel of niet gaat werken. Ik werd vanmorgen lekker wakker gemaakt door Pluis met een massage op mijn rug. Super schattig. En daarna kwam Tom met een kopje koffie en een kopje thee. Dus ja, perfect mornings. En er komt vandaag de badkamerman. De badkamer afmaken eindelijk. Want we zitten al een paar weken in de rotzooi. Dozen van de nieuwe badkamer waar alle spullen in zitten en de wasmachine en de droger die nog in de woonkamer staan. Dus als dat straks is geïnstalleerd, is het weer een stuk netter in huis. En dat, ja, ik kijk daar gewoon heel erg naar uit. En de katten ook, die zijn altijd een beetje gestrest door dat het huis er zo uitziet. Hij is mee op avontuur. Pluis die had een take, dus we zijn even naar mijn schoonvader toe gegaan en die heeft er verlost om de take. Ik ben nu onderweg naar de sportschool en het is nu bijna 12 uur. Een beetje veel later dan ik had gepland, want ik wilde eigenlijk om 9 uur in de sportschool zijn. Maar ja, Pluis had een take en mijn schoonvader ging die er even uithalen. Dus daar moest ik eventjes naartoe. En toen ging ik toch even wachten tot de badkamerman er was voordat ik wegging. Want ja, dan vind ik toch wel fijn. Dan heb ik nog eventjes verzorgd van lekkere kopjes koffies. En toen ging ik nog andere nutteloze dingen doen die ik eigenlijk niet had hoeven doen. Zoals scrollen op Instagram. Maar goed, ik ben nu onderweg. Ik heb een lekker pre-workoutje genomen. En ik ben echt klaar om mijn workout te knallen. Er was een auto die reed door rood bij een wegwerkzaamheden en die moet nu achteruit. Dombo. Shake maken voor vandaag en vanmorgen met biologische kwark en even kijken hoor, een lekker spoon, lekker spoon. Dan gaan we shake maken. We'll be right back.
shakes klaar. En de ene gaat in de koelkast van die is vanmorgen, die deed ik mee naar kantoor. En die andere ga ik nu lekker opdrinken. Supplementjes nemen, want dat heb ik nog niet gedaan. En dan ga ik die ene mooie kast in elkaar zetten. En de was opvouwen, want dat is echt iets wat ik altijd uitstel. Maar ik moet het wel doen. De trofeekast is af. Schouw de kast. Hij is echt wel een beetje groot. Het is klein ruimte. En eindelijk is ons badkamer klaar. Oh, it's so beautiful, jongens. Kijk nou. Alleen de douchedeur moet er nog even terug ingezet worden. Want we hebben twee douches. Jongens, jullie zijn fucking jaloers. Dit beeld iedereen. En dit is zo nice. Zo nice. Zo blij. Zo, weer bepakt en bezakt. Maar ik heb wat cardio gedaan vanmorgen. En morgen weer trainen. Een hele goede morgen. Het is vandaag alweer woensdag. Gisterochtend had ik dus cardio gedaan. Het viel me echt heel zwaar, want ik had best wel druk. Slecht geslapen door wat stress. Want gisteren kwam de kroonprinses van Zweden bij ons op kantoor. En ik was aan het helpen met de organisatie. Er moest toch wel wat gedaan worden, dus een beetje stress. En ik moest toch voor 9 uur allemaal dingetjes doen. Dus ik had haast en mijn hoofd zat vol, dus de training viel zwaar. Van de cardio training. Voor de rest van de dag lekker druk geweest op kantoor. Lekker dagje gehad. En s'avonds gechilled met Tom. En nu ben ik bezig met mijn voorbereidingen voor naar kantoor toe te gaan. Ik ben nu mijn broodjes ook al tussendoor aan het eten. Ja, de vaat was dat ook. Dit neem ik al mee. Kip leven als ik zeg maar echt wat honger krijg en denk ik ga cravings hebben en ik ga snacken. Maaltijd Italiaanse kip. Gesneden appel in stukjes, komkommer en 2 eieren. Oh, en deze. Vandaag staat er een lekkere training op de planning met sumo squats. En ook wat upper body oefeningen. Deze training doe ik morgen of overmorgen ook nog een keer. En dan heb ik een dag rust. En dan doe ik weer mijn volgende training. Dus ik heb er zin in. We'll be right back.
De training zit er weer op. Ging echt best wel heel erg lekker. Ik heb alles getraind in de tempo van 3-1-1-0. Dat betekent 3 seconden zakken, 1 seconde vasthouden, 1 seconde omhoog en meteen weer door. En dan moet ik ongeveer de eerste set tot 14 reps halen. En als ik er overheen ga, dan ga ik de volgende keer zwaarder gewicht pakken. En de tweede set moet ik de 10 proberen te halen. En als ik er overheen ga, ja, dan volgende keer ook een zwaarder gewicht pakken. Dus zo hou ik mijn progressie een beetje bij. Ik ga nu naar kantoor, snel douchen en dan achter mijn laptop kruipen. Ik heb net al mijn nieuwe Gymshark topjes binnengekregen. En all of it. Ik heb deze ook in het oranje, alleen hij zit wel een beetje klein, krap. Dus ik dacht eerst, oh, ik heb geen maat S, maar heb ik toch wel. Want deze zit een stuk ruimer, dus ik denk dat ze gewoon een foutje hebben gemaakt. Ik hou hem toch, want misschien zit hij wel echt top tijdens mijn prep. En anders ga ik hem gewoon verkopen. En ik had ook nog een ander grijs en een mintgroen. Leuk. Dus morgen ga ik lekker cardio in hele gave toppies. Een hele goede morgen. Het is vandaag donderdag en ik ben nu net aangekomen in de sportschool. Ik heb gisteren verteld dat ik vandaag of morgen de celtraining zou doen als gisteren. Ik heb er toch voor gekozen om het vandaag te doen, omdat ik me echt heel erg goed voel. Ik heb goed geslapen en ik heb er zin in. En dat vind ik voornamelijk heel belangrijk, dat daar focus. Ik ben de laatste tijd ook heel erg op, omdat ik elke keer moeite had met mijn trainingen. Het plezier was een beetje weg. En dat proberen we nu in deze fase terug te krijgen. En het gaat echt best wel goed. Beter dan ik eigenlijk had verwacht. En sneller. En we focussen natuurlijk op health. En dat was vandaag en gisteren ook optimaal. Eigenlijk de hele week al. Twee weken alweer optimaal. Dus ik dacht, ik ga lekker trainen. De training zit er weer op. Ging best wel goed. Alleen ik voel me nu echt een beetje bleh, omdat ik heel erg mijn best heb gedaan en het toch best wel een impact op mijn lichaam heeft, merk ik. Maar goed, het ging goed. Ik heb progressieve overload geboekt, dus dat is heel erg fijn. Nu ben ik onderweg naar kantoor, het is heel druk op de weg, dus file. Maar ik heb wel heel veel zin in. Ik moest de video nog even afsluiten. Gisteren was het echt een super drukke dag, dus ik ben daar niet meer aan toegekomen. Vond je deze video nou leuk? Doe een duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal.